En hier zijn we dan met de laatste letters van pennenstreken. De hoofdletter T, U, de V, de W, de X, de I en de Z. En als we die gehad hebben, als jullie bij de laatste letter zijn van het werkboekje, dan kunnen jullie dus allemaal je naam voortaan met een hoofdletter schrijven. We moeten wel nog even blijven oefenen, maar ik weet zeker dat het jullie gaat lukken. Ook hier, de blokschriftkinderen hebben vooral letters met stokjes en rondjes. Die hebben geen flapjes eraan. Die hoeven geen flapje naar een volgende letter te maken. Jullie schrijven alle letters lekker los. Wel alle woordjes dicht bij elkaar. Tussen de woordjes weer een stukje openlaten. En de kinderen van het gebonden schrift, die moeten met flapjes werken. Ik ga weer even naar de andere kant van het bord. Dat is voor het schrijven wat makkelijker. Deze letter voor de blokschriftkinderen heel recht. En onthoud, altijd bovenaan beginnen. Want dat is zo fijn. De E, ook voor de blokschriftkinderen. Het is een kommetje en een stokje eraan. Want anders zou een kommetje de hele tijd gaan omvallen. Dus dat stokje houdt hem altijd recht, zeg ik. De V is ook niet zo moeilijk. Twee rechte lijnen. Alsof er een vogel wegvliegt. De V van vogel. Het klopt ook nog. De W is eigenlijk twee keer de letter V achter elkaar. V. Maar we maken de W. Dus we gaan weer door. Pak ik nu even de blokletter. Of de schrijfletter van de methode. Daar komt die. Voor de W is het een flapje. We maken een kommetje naar beneden. We gaan omhoog. We gaan weer terug naar beneden, het volgende kommetje. W. En het flapje. Maar met dat flapje doen we dus nooit wat. Want moet hier een letter aan vast, dan doen we dat onderaan. Wie? Wie kan dat? Daarom het woordje wie. Dus dat flapje bovenaan is bedacht, maar we hebben het niet echt nodig. Je gaat de letter onderaan eraan vastmaken. Dan komen we bij de letter X van xylofoon. Dat is een apparaat waarmee we muziek kunnen maken. Hier zijn het is eigenlijk een kruis van een keersom. Maar dan een hele grote. Hij leunt op de blauwe lijn. Voor de gebonden schriftkinderen zijn het twee halve rondjes met de rug tegen elkaar. En zouden we hier door kunnen gaan naar een volgende letter. Xa. Ik maak even een raar woordje. Maar jullie zien dat het twee halve rondjes tegen elkaar zijn. De I. Zonder puntjes. De Griekse I zeggen we dan, hè. Is een letter E. Maar die zou hier stoppen. Maar wij maken er nog een bochtje aan vast. En er komen geen puntjes op deze ei. Helemaal niet. Voor de gebonden schriftkinderen is het ook de letter E. Dat zou hier zijn. En maken we er nog een lusje aan. Zodat we er een lekker woord van kunnen maken. Het woordje ijs. We maken hem gewoon eraan vast bij het gebonden schrift. Hier komt de laatste letter. Strakke letter, schuin naar voren en weer een strakke lijn. Dat is voor de blokschriftkinderen. De volgende is van het gebonden schrift, is maar een heel klein golfje. Niet zo groot maken. Helemaal naar beneden naar de blauwe lijn en weer een golfje. Jullie zien hem. Een heel klein golfje. Bijna niet te zien. En we kunnen dan toch gewoon weer verder schrijven. Dit zijn alle letters. Blijf ze oefenen op een tekenblaadje, op weet ik veel waar. De laatste bladzijde van het werkboek die jullie tegenkomen, kun je hem ook nog even extra oefenen. Ben je vergeten hoe bijvoorbeeld de hoofdletter A is? Zoek even terug in je boek, want hij staat er. We hebben hem uitgelegd, toen waren we nog in de klas. En je kunt altijd even terugkijken van hoe ging die ook alweer. En oefen hem. Bovenaan op het werkboek heb je een wit stukje waar je vast nog wel een beetje ruimte hebt om de letter nog een keer te oefenen.
Geen probleem. Oefenen, oefenen, oefenen. En dan leren we het allerbeste. Ik wens jullie heel veel succes met de laatste hoofdletters. Dag Kanjaclub!